Joe en Jill Biden staan de Oekraïense president Zelensky op te wachten voor de deur van het Witte Huis, waar ze wonen. Een hele eer voor Zelensky, maar het is dan ook een belangrijk bezoek. Het is de eerste keer dat hij Oekraïne verlaat sinds het begin van de oorlog, nu 300 dagen geleden. Zelensky is naar de Verenigde Staten gereisd om de Amerikanen te bedanken voor hun steun. Amerika heeft al vele miljarden euro's aan wapens geleverd aan Oekraïne. Want Oekraïne heeft die wapens nodig om zich te verdedigen tegen Rusland. En de Amerikaanse president Biden heeft nu opnieuw 2 miljard euro bijna aan nieuwe wapens beloofd aan Oekraïne. Waarmee Oekraïne dus makkelijker Russische raketten en Russische drones uit de lucht kan schieten. The United States is committed to ensuring that the brave Ukrainian people can continue to defend their country against Russian aggressions. As long as it takes. President Zelensky houdt daarna ook een toespraak in het Amerikaanse parlement, waar hij warm ontvangen wordt. Ukraine didn't fall. Ukraine is alive and kicking. Hij krijgt een minutenlang applaus. Om de Amerikanen te bedanken, geeft de president ook een Oekraïense vlag. Ze komt uit een stad waar hard gevochten is en waar de Oekraïners het Russische leger verjaagd hebben. De vlag is dus een belangrijk symbool en dat is eigenlijk ook het hele bezoek. Zelensky reist niet naar Europa, maar reist meteen naar Amerika. Omdat zonder Amerika zou Oekraïne deze oorlog eigenlijk niet kunnen winnen of niet kunnen standhouden tegen Rusland. En na dit superkorte bezoek is de president alweer op weg naar Oekraïne. Dikke merci om te kijken. Als je maar niet genoeg kan krijgen van onze video's, gewoon abonneren op ons kanaal.